Calvin, mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag de dag. I'm hype. I'm always hype. Zoals jullie weten gingen Nina en ik een aantal dagen geleden 6 jaar met elkaar. Dat betekent dus dat we al 6 jaar lang verkering hebben. Dat betekent ook dat we elkaar al 6 jaar lang kusjes geven. Weet je hoeveel kusjes je elkaar kan geven in 6 jaar? Dat is echt niet normaal. Echt niet normaal. Maar in ieder geval, we hebben een video gemaakt over het feit dat we 6 jaar met elkaar samen gingen. En dat was heel erg leuk. Dat werd er bijna zelfs een beetje emotioneel. Goddomme. Het emotionele zat hem er niet zozeer in het feit dat we 6 jaar lang verliefd op elkaar waren. Want ja, daar waren we al lang achter natuurlijk. Alleen het emotionele zat hem erin dat Nina, ik laat je gewoon zien. Kijk maar even. Ik wou eigenlijk een echte kast fixen, maar toen dacht ik, wat als ik de verkeerde kies? Katkampen? Gaan we katkampen? Therapeutia! Ja. Oh my god, this is oh my god! Toen was the word out. Nina wou eigenlijk al sinds dat we hier wonen een kat, maar ik zei nee, dat is lastig man. Als ik eens een keer ineens naar IJsland wil of zo, dan moet ik weer rekening houden met dat beest. Ah, man, geen zin in. Alleen toch heb ik besloten, weet je wat, het is toch wel gezellig om hier even poesie in huis te hebben. Hé, hey, snap wat ik bedoel toch? Het is geen gekke dingen man, bro. Maar de conclusie is dat we toch hebben besloten om een kat te nemen en we hebben het vanochtend opgehaald. Het was 6 uur 's ochtends. We hebben een poes via Marktplaats kunnen fixen en we kwamen naar het huis. Het was tering warm, 6 uur 's ochtends. Stonk naar kattenkak. Het stonk naar kattenkak. Maar goed, de enige reden waarom je waarschijnlijk deze video hebt aangeklikt is omdat je wil zien hoe mijn poes eruit ziet. Dus dat ga ik je ook even laten zien, oké? Okay? Het voelt trouwens super raar om mijn kat poes te noemen. Het is gewoon weird. Voor de handigheid zeg ik gewoon kat of poes. Maar ga het maar niet moeilijk doen in de comments. Niet moeilijk doen in de comments over het feit dat ik het kat zegt wel de poes is. Want eigenlijk zijn het gewoon twee. Oké, Otje, kom hier. Check Otje even chillen. Ik ga jullie dit even laten zien. Dit moet je, dit wil je zien. Je wil dit in je leven. Hey, Otje. 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 Wat is dat nou weer? Hey, Otje. Yo, Otje. Otje. Oh. Kijk, dit. Oké, okay. Nu heb ik hem. Nu heb ik hem. Go, 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 go. Otje, Otje. Otje going fast. Otje going real fast. Tweede poging, tweede poging. Lekker Otje. Lekker Otje. Lekker Otje. Lekker bezig, grap. Oké, zijn jullie ready voor de cuteness overload? Oh my god. Otje, what's good? Kijk, dat ben jij. Hé? Hoe werkt dit? Hallo. Maar eigenlijk gewoon spelen in je krap al, hè. Ja, maar dat is moeilijk. De kans is trouwens aanwezig dat Otje nog op mijn nek gaat pissen. Dus blijf vooral kijken, het is super spannend. Hey, wat is dit? Wat doe je? Hey, Otje, wat doe je? Als het goed is, is ze zindelijk. Alleen zit wel een klein plasje gedaan op ons kleed. Het kleed ligt niet op de grond, laat ik het daarop houden. Maar verder doe je het hartstikke goed. Ik ben topkat. You're the best. I love you. Ze houdt niet zo van camera's, dat is een beetje een nadeel. Maar goed, daar komen we wel uit. Otje. Het enige was gewoon Nina en ik hadden geen idee over hoe we onze kat zouden moeten noemen. Dus heb ik jullie gevraagd op Instagram of jullie nog een naam wisten. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Dat is echt. Ik heb nog nooit zo snel zoveel gezeik gehad over één foto. Oké, het was niet echt gezeik, het was eigenlijk alleen maar positief. Maar die foto is zo intens vaak gelijk binnen echt een paar uur. Echt gewoon binnen een uur had ik 50.000 likes of zo. Ik dacht, wey, yo, ik doe altijd mijn best om lijpe foto's te maken en shit. Ik ga helemaal aan de andere kant van de wereld om toffe foto's te maken. En ik vraag 1 keer of jullie nog een naam weten voor mijn kat. En meteen everybody's going crazy. Iedereen werd lijp. Ik had echt iets van 11.000 comments of zo. 11.000 mensen die dachten, oh, misschien weet ik wel een naam voor Calvin's kat. Iedereen zei paprikat. Paprikat. Really, boy? Dachten jullie nou echt dat ik dat nog niet had kunnen bedenken? De eerste naam waar ik aan dacht was paprikat. Maar toen dacht ik, I can't do it. Ziet ze daaruit als een paprikat. You're Otje. O-T-J-E. Otje. Otje wil weg. Otje is er helemaal klaar mee. Otje, als je hem niet aardig vindt, kun je het ook gewoon zeggen. Oh, het gaat. Oh nee. Wat? Door jou leer ik gewoon turnen, Otje. En ik kan hem in mijn arm in 1 keer in mijn nek leggen. Oké, ik zal je niet langer terroriseren, oké? Ga maar lekker chillen. Ga maar op de grond. En het grappige is letterlijk dat ik gewoon op de dag waarop ik Nina had verteld, oké, ik wil wel een kat, gingen we s'avonds uit eten. Toen zaten we te eten, toen waren we nadenken over namen. En toen was eigenlijk meteen Otje was op zich wel dood. Maar ik dacht, nee, want ik weet niet precies Otje. Ik weet niet. Met Otje had ik wel zoiets van, weet je, ik weet niet zeker of Otje het wel is. Dus laat ik even mijn volgers vragen. 11.000 comments. 11.000 mensen die dachten, oh, misschien weet ik wel een naam. En ik zag geen enkele naam waarvan ik dacht, oké, dat is hem. Er was niemand in staat om iets te bedenken waarvan ik dacht, hey, jij hebt hem. Maar dat was juist zo leuk, want niemand zei Otje. Ik heb niemand gezien die Otje zei. Toen dacht ik, oké, misschien is Otje wel de juiste naam. Otje is the right name, boy. Hey bro, ik weet niet wat jouw plan is en zo, maar denk je dat Nina daar blij mee gaat zijn? Nina is daar niet blij mee, hè? Uit die kast, man, bro. Dit is niet de bedoeling. Ja, doei. Ga maar naar bed. In ieder geval, Otje, denk ik, moeten een beetje een relatie krijgen met elkaar. We moeten een beetje op elkaars level komen. We moeten elkaar. Hou op! Lekker bezig, Otje. Lekker bezig, Otje. Kom, begraaf die shit, bro. Begraaf die shit. Voor Otje nog even de kat op elkaar te verschonen is, ga ik jullie even vertellen wat het idee is voor de video van vandaag. Want ik dacht, oké, ik moet eventjes leren leven met het feit dat ik een kat heb, oké? Dus ik moet even geconfronteerd worden met een aantal dilemma's waarvan ik denk, oké, doorsta ik dit of niet? Geef ik het juiste antwoord of niet? Dus eigenlijk ga ik gewoon kattendilemma's doen die jullie hebben bedacht. Let's go. Kijk, ik heb een vriendinnetje voor je. Otje, dit is je vriendin. Dit is je bitch. Oké, ik heb op Instagram deze post gezet. Yo, Calfam, luister, laat in de comments dilemma's achter over mijn nieuwe kat. Bijvoorbeeld 1 dag zonder Otje of 1 dag zonder Nina. Bedenk zo crazy mogelijk. Hey. Ik heb er nog even doorheen gescrolld. Het grootste deel van de mensen
ze zei of geen Nina of geen Otje. Nou, even nadenken, nou geen Otje. Ik bedoel niet persoonlijk, hè. Maar goed, dan is die vraag alvast beantwoord. Helaas, Otje, ik moet helaas... Ja, sorry, want ik moet Nina haar kant kiezen. Het spijt me. Mocht je trouwens afvragen, joh, waarom is het beeld zo verkrekt? Nou, dat komt omdat het tegenwoordig om 3 uur 's middags al pikken donker is. Dus hey, sorry, man. Spijt me. Ik heb inmiddels 600 comments onder die post. Hey, thanks, Calfam. Always supporting me. Always giving me the questions. They're doing a video. Man, I like it. It's good. Yeah, boy. Geen paprika of geen Otje? Otje, kijk even de andere kant op, broer. Kijk de andere kant op. Ik wil niet dat je dit hoort. Ik wil niet dat je dit ziet. Ik wil niet dat je hiermee geconfronteerd wordt. Onze relatie is nog maar net begonnen, maar ik voel nu al alsof er iets misgaat. Of nooit meer paprika's, of nooit meer Otje. Ik ga het toch. Ja, ik moet toch een goede start maken met mijn nieuwe kat. Hey, let's go. Fuck de paprika's, man. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, paprika's is gewoon eten, snap je? En het is wel lekker. Ik kan er ook wel even afstand van doen. Maar zomaar doei zeggen tegen deze master. I can't do it. Look at her. Look at her. Een dag zonder paprika of een dag zonder kleren? Welk gedeelte van dilemma's over een kat had je niet begrepen? Celestine Meervers, meer onmogelijke achternaam. Elke dag een drol van Otje eten of Otje zelf eten? Wow, damn. Nee, dit kan je niet doen. Dit is naar, man. Dit is nasty. Ik moet ook kiezen. Ik moet kiezen. Maar is het dan elke dag van je leven kak van Otje of gewoon Otje zelf opeten? Ik durf gewoon geen antwoord te geven. Ik durf het niet. Ik vind het echt. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn, mensen. Ik had niet verwacht dat het zo difficult zou zijn. Dit gaat way beyond wat ik had kunnen bedenken. Hey Otje, sorry man, ik moet je opeten. Het spijt me echt. Nee, niet boos. Nee, niet boos zijn. Nou, ik bedoel het niet zomaar. Ik kan niet altijd je kak gaan opeten. Dat kan niet. Dat is raar. Bij me. Zou je liever Potje voor altijd Potje? Hoor je dat, Otje? Ik weet je naam niet eens. Oké, als ik nou een soort van Augustinus de Groot had bedacht voor mijn kat. Augustinus de Groot, kom eens hier. En dan snap ik dat je hem bent vergeten, maar Otje, come on. Zou je liever Otje voor altijd kaal hebben of Nina 1 keer kaal scheren en daarna groeit het weer aan? Wee, yo, this is shit. Nou, ik ben blij dat Nina niet thuis is. Oh, wacht, ze is wel thuis. Ze staat in de douche, dus ze kan me ook gewoon horen nu. Wat zou jij doen? Of jij 1 keer kaal of Otje voor altijd kaal? Otje voor altijd kaal. Otje voor altijd kaal, jullie horen. Pijn, Otje. Hey, kan ik disrespecten toch? Niet mijn schuld, Nina heeft het gezegd. Liever dat Otje kan praten of dat Otje kan onzichtbaar kan worden. Typen is moeilijk, mensen. Nee, maar sowieso dat Otje kan praten. Hoe lijp zou het zijn als een kat kan praten gewoon? Hey Otje, hoe dope zou het zijn als je gewoon kon praten toch? Hey, joh, kom fijn op, rotte nou. Ik heb helemaal geen zin in dit te gaan, hoor. Het zou ook super kut zijn als je kat onzichtbaar kan worden. Ben je gewoon altijd kwijt. Dan is het gewoon, hey, waar is die kat? I don't know, misschien is hij wel hier. Misschien heb ik hem wel doodgetrapt. Net. Liever tatoeage van Otje of Nina? Wait, yo. Oké, I don't know. Als ik een tatoeage van Otje neem en Otje gaat dood, is het zo van, ja man, dit was mijn eerste kat. Het was echt nice en ik vond het echt een top beest. Als ik een tatoeage van Nina neem en het gaat uit, niet dat ik zeg dat gebeurt, maar de kans is natuurlijk altijd aanwezig. Dan heb ik wel gewoon Nina, dus ik ga voor Otje. Otje, ik zou een tatoeage van je nemen. What you doing down there? You good? You good, Otje? Voor 1 miljoen Otje wegdoen of Nina voor 1 miljoen wegdoen? Nou, ik weet, wegdoen is niet zo moeilijk. Dan geef ik gewoon, hey, doe een giveaway, abonneer en like. En dan maak je kans op een kat. Dat zou trouwens het meest weirde ooit zijn. Maar natuurlijk zou ik Otje voor 1 miljoen wegdoen. Hé, niks persoonlijks, hè. Niet haten. No hating. Je moet het gewoon zo zien. Je bent gewoon 1 miljoen waard. Je bent gewoon 1 miljoen waard. Ja, toch. Otje is gewoon in slaap gevallen in mijn handen. Zelf Otje opeten of Peter Otje laten opeten? Wat is dit? Waarom moet ik altijd de katten opeten en doodmaken en zo? Kunnen jullie gewoon iets leuks bedenken? Otje vermoorden of YouTube? Ja, come on! Waarom moet ik altijd Otje dood? Ik wil je niet dood hebben. De kattenbak schoonmaken of de wc schoonmaken? De kattenbak. Ja, joh, dat boeit me om gereed. Ik maak ze allebei wel schoon. Maar echt helemaal niks uit. Ik ga maar met mijn handen in de kak, maak me geen reet uit. Ik was mijn handen weer, ik steek ze daar aan mijn neus. Ik vind alles prima. Otje krijgt 9 kinderen en jij moet ervoor zorgen. Of je krijgt zelf een kind. Oh, yo. Dat vind ik nou moeilijk. Die vind ik heftig. Die vind ik echt intens. Of ik heb hier zeg maar 10 katten rondlopen, 10 Otjes. Of ik heb 1 baby. En ik moet voor die katten zorgen. Betekent dat als ik voor zelf een kind ga, dat ik dan niet voor de baby hoef te zorgen? Ik zou gaan voor 9 katten. Echt, ik zweer je, ik heb gewoon geen zin in een mini-kalfijn. Dat is echt verschrikkelijk. Als je een mini-kalfijn hebt rondlopen, hey, die guy chapt alle paprika's op, gooit het hele huis onder met paprika's, dat is niet goed. Otje 1 dag in het jaar zien of Nina vermoorden? Dit is weird. Waarom bedenken jullie deze weird ass fucking shit, man? Oh. Kat met Nina hoofd of Nina met kat hoofd? Weird ass shit. Ik denk in plaatjes, hè, dus ik zie allemaal hele rare dingen voor me. Ik zou toch Otje Nina haar hoofd geven. Moet je je voorstellen dat ik gewoon met Nina naar buiten ga? We gaan gewoon chillen, we gaan gewoon op stap. In één keer zie je mij met een chick met een kattenhoofd. Hey, sorry man, je krijgt Nina haar hoofd. Sorry. Otje letterlijk weggooien in de prullenbak of een stomme foto van Nina, een naaktfoto of zo, verspreiden? Otje weggooien in de prullenbak. Ik gooi hem wel in de prullenbak en dan haak ik hem daarna er weer uit. Dat boeit me niks. Otje van een flat afgooien of nooit meer YouTube? Waarom willen jullie allemaal Otje
je dood hebben. Hoe kan ik hieruit kiezen? Je kan hieruit kiezen tussen of nooit meer je passie doen, of een kat letterlijk van de flat gooien. Dat kan je niet doen. Iedereen wil dat Otje sterft. Ik zal je voor altijd beschermen, oké? Okay? Hey, wat doe je? Wat gebeurt er? Wat is dit? Erachter komen dat Nina met Gio is of Otje moet weg. Yo. Nee, dan gaat Otje weg. Ik ga niet erachter komen dat Nina met Gio zou gaan. Ik zou echt. Ik zal voor het eerste 5 jaar echt boos zijn weer. Otje, ben je aan het kakken? Bellen. Otje heeft zich gepoept. Geen leven of geen Otje? Wat is dit voor vraag? Ik vind het verschrikkelijk dat ze een hele video gaat over zou je Otje doodmaken of niet. Dat is geen goede manier om een eerste dag met elkaar te spenderen. Moet je voorstellen dat je iemand voor het eerst ontmoet en dat je de hele avond erover hebt. Zou je liever jezelf doodmaken of mij doodmaken? Ik weet niet waarom ik het wil weten. Maar ik heb het gevoel alsof we het nu hierover moeten hebben. Otje, ondanks alles wat er gebeurd is vandaag, wil ik je toch van harte welkom heten in de Kelfam. Het is de leukste, meest hechte familie van de wereld. Dus kom op, het wordt hartstikke gezellig. Iedereen zegt dat ze je dood willen hebben, maar ze willen je echt niet dood hebben hoor. Hey, abonneer op Kelvin, het is hartstikke leuk. Ga maar even abonneren, dan ga ik weer weg. Ja!